Ja, ik moest net eerst tegen een horde met bitches. Dus daar ben ik al voorbij. Oh, dan moet ik niet tegen dezelfde bitch, denk ik. Bedankt voor. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Log met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Ja, ben ik. Boop, boop. De vorige aflevering zijn we hier gebleven en we wisten eigenlijk niet zo heel goed waar we nu naartoe moeten. We verwachten dat we hier nu hier iets moeten doen. Het is heel leuk. Ik was er net bij de jackpath. Ja. Yeah. Maar ik kon er niet omhoog. Nee, je moet met die kabelbaan. Ja, dat klopt. Ik ben er ook. Nu inmiddels. Ik denk dat ik niet goed ben gelopen. Nee, je moet naar Leverage staan. Ja, ja, dat heb ik gedaan, want dat was mijn eigen idee. En dan naar rechts. Ja, dat weet ik ook, maar ik ben al op de jackpad. Maar ik denk dat ik op de jackpad de verkeerde kant op ben gelopen, zeg maar. Snap je? Ja, je bent naar boven gegaan. Nee. Ik ben wel naar beneden gegaan, alleen heb ik links aangehouden. En volgens mij kom je er dan niet. Maar... Ah. Ik denk dat dit niet de goede keuze was. Ik ben alweer uit de jackpot. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten, boys. En girls. Ik heb hey, het sneeuwt. Ah nee, dat is as. Heb jij iets op de jackpot dat ze zeggen van hier moet je zijn? Nee, ik ben nu bij Mount Chimney. Maar... Ik zie hier ook weinig eigenlijk. Ja, ik weet dat je normaal die jackpath dan weer opnieuw af moet lopen. Dat er dan opeens ergens zo'n geheime tunneltje zit, zeg maar. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Door de bergen. Geheime tunnel. Wat is jouw favoriete Avatar meme? Geheime tunnel. Ja, die zing ik zo vaak. Ik vind die van, misschien is hij wel. Ja, die vind ik ook leuk. Dat is mijn nummer 2, denk ik. Oké, ik ben nu bij de jackpath en ik ga nu gewoon naar onder. Nee, dit gaat echt niet goed, volgens mij. Cheer, echt niks. Nee, ja, ik denk dat we hier dus niet moeten zijn. Die red orb, dan, of die verkeerde orb heeft hij zojuist gepakt. Ja. En dan hoort hij... naar Groudon te gaan, hoort hij dat ding te doen en dan hoort Groudon helemaal zo te doen van, je hebt het verkeerde orb, nu word ik boos. Ja, maar dat is pas echt op het laatst. Alleen, we moeten nu nog iets doen voordat we die hideout in kunnen, maar ik weet gewoon niet meer wat. En ik dacht dat je op een gegeven moment ook iets met een van de boten moest doen. Dus ik kan nog wel die in Sleetport proberen. Sleetport, joep? Ik probeer maar wat, hè. Dat vind ik soms wel jammer aan Pokémon, dat je niet zo'n soort, ergens zo'n lock heb van, doe nu dit, weet je wel. Bij, ja. Bij Sun & Moon heb je dat wel, dan heb je zo'n vlaggetje. Maar dat heb je in deze game heb je dat nog niet. Oh, ja, nee, ja, ja, ja. Je moet naar Sleetport en dan naar de boot gaan. Rechtsboven in Sleetport is dat. Oké, dan was mijn geheugen gelukkig toch niet helemaal, Au, lekker. Wow, wat een aantal. Ja, ik vind het ook knap als je in Sun & Moon verdwaald raakt. Ja, dat kan bijna niet. Maar dat is ook best wel lineair. Ondanks dat ik zelf ook die game nog maar één keer heb gespeeld. Maar ik denk, als ik hem nu opnieuw zou spelen, dat ik echt niet verdwaald zou raken. Maar, ja, toch heb ik dat in Hoenn heb ik dit dus altijd dat ik verdwaald raak. Ja, terwijl ik heb Hoenn zo vaak gespeeld, dat is niet te doen. En nog weet ik het niet. Ja, maar deze games zijn ook wel toch wel weer net wat anders, toch? Dan de originals. Ja, maar wel grotendeels hetzelfde, hoor. Oh ja, we kunnen ook nog steeds voor kiezen als we... Ligt er een beetje aan hoe we uit de Elite 4 komen om de Delta episode nog te doen. Want die heb je ook nog nooit gedaan. Die is wel leuk. Ja, klopt. Maar die Delta episode, is dat dan een beetje een soort Emerald als in... hoeveel eraan toegevoegd is? Of hoe moet ik eigenlijk dat de episode überhaupt zien? Nee, die Delta episode, dat is zo'n vrouwke, Zinnia, die zie je één keer in de main game. Dat is helemaal in het begin. Heb je zo, als je in Paddleburg Woods bent, als je daar Paddleburg Woods uitloopt, dan zie je zo'n Team Magma
gastje staan en die begint dan zo'n monoloog te houden en dan loopt hij weg. Kan je dat nog herinneren? Nee. Oké, nou dan moet je misschien maar eerste of tweede aflevering even snel terugkijken. Of gewoon dat stukje even terugkijken. Dat is Cynia, zeg maar. Ja. En zij is dus van de Delta-episode. En op het moment dat je die Delta-episode... Ik weet niet precies wat je dan moet doen, maar dat wordt dan wel tegen je gezegd. Dan moet je dan naar die toren van Rayquaza toe. En dan moet je op een gegeven moment tegen Mega Rayquaza vechten en zo. En ook tegen Deoxys. Is best wel vet. Dus het is toch wel een beetje wat Emerald had, zeg maar, dat ze dat er toch nog een beetje in stoppen. Ja, gewoon, dat hebben ze gewoon gedaan zodat ze inderdaad Rayquaza er ook in konden stoppen. Ja, dan moeten ze zo'n soort Delta-episode moeten ze dan toch ook wel bij de Gen 4 remakes doen. Ik bedoel, ja, dat verwacht ik wel. Nieuws zit er wel niet in, in Gen 4. Maar ze hebben ook zo'n episode gedaan bij Ultra Sun and Moon, hè? Hebben ze zo... ik weet niet meer hoe het heet. Dat had ook zo'n soort naam. En dan moet je... Dan heb je zeg maar Rainbow Rocket. Dat is zeg maar Team Rocket. Oh, ja. Maar dan heb je al die... alle evil teams zitten daar dan bij. Dat vond ik echt vet. Dat vond ik echt vet. Dat ze dat hadden gedaan. Er was een paar show mee zaten te hypen, toch? Ja. In Ultra Sun en Ultra Moon. Daardoor zat ik toen echt de twijfel van straks te kopen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, maar... Nee. Ik denk dat ik beter, achteraf, had ik beter gewoon Sun and Moon niet kunnen kopen en Ultra Sun and Moon wel. Ja, maar je wist niet maar ja, dat toen niet. Nee. Ik bedoel... En dan had het nog heel moeilijk geweest om te wachten met Sun and Moon, zeg maar. Ja, klopt. Nou, ik weet ook, Sun and Moon had ik ook nog best wel veel vrienden die toch ook weer gingen spelen. Mm-hmm. Die toch weer... Ja, ik heb toen ook wel eens in de pauze met Simon heb ik het Ultra Sun and Moon gevechtje gedaan en zo. Oké. Omdat, ik kwam erachter dat er wel meerdere mensen waren die Pokémon ook leuk vonden. Terwijl het op de mailbaar echt zo was van, je vindt Pokémon nog steeds leuk, je bent echt een loser. Maar op het MBO was het allemaal weer gewoon chill, want iedereen was volwassen die dacht, ja, boeien. Ja, precies. Zeg maar, een beetje wat Sven nu nog steeds heeft. Ja. Dat had dan mijn middelbare school en wat de rest van de wereld heeft, dat was een beetje op het MBO ook gaande. Gewoon. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ik herken het. Oké, nu moeten we naar Lillekoven, naar de layer, zeg maar. Naar de... Oh, ik nee. Ik heb ergens naartoe gebracht. Nee, hè? Huh? Ja, ik drukte per ongeluk op no. Lillicosity. Ja, ik word daarheen geteleporteerd. Dat is super chill. Dat ze dat in die nieuwe games hebben, ze dat vaker. Dat is echt wel heel handig. Dat hebben we deze game al heel veel gehad, hè? Dat wij werden geteleport. Ja. Super chill. Ja, zeker. Dat is wel een goede toevoeging ook. Dus. Ja, ik zal even mijn Latios voordat ik... illegale dingen doen. Ja, zo ben jij illegaal. Ja, ik heb die Latios ook al 2 keer gebruikt in battle. Wel meteen geswitcht, maar hij zat wel vooraan. Hoe durf jij? Ja, ik was gewoon vergeten dat ik... Eigenlijk ben je nu af. Eigenlijk is het nu af. Nee. Ja, Milan heeft gewonnen. Ja, maar het is niet eens een versus. Nee, maar toen heb je gewonnen. Oh, eigenlijk moeten we jouw Graveler nog een keer laten evalueren. Zeker voor de Elite 4 is dat handig. Ja, eens. Het is niet alleen omdat mijn Graveler is. Of Graveler, Graveler. Ja, dat komt omdat je dan als kind dingen verkeerd uitspreekt, dan is het zo lastig om normaal uit te spreken. Mm-hmm. Heb ik ook wel eens bij Pokémon gehad, hoor. Ik weet alleen even... had ik dat met Judo niet? Pitki. Hè? Pitki. Pitki, ja, dat zei Penny toch? Of niet? Nee, dat zei ik. Oh, dat zei jij, ja. Oh ja, dat zei jij, ja. In de Gatebook was dat volgens mij. Oh ja, je moet maar eens... Dat is echt grappig. Als Paddy... Paddy is trouwens van Suira. Daar mag je ook wel op abonneren. Paddy die zegt altijd Spyduck in plaats van Psyduck.
En in plaats van Psychic zegt hij Spikic, zegt hij. Daar moet je maar eens op letten, dat is echt grappig. Het is me echt nooit opgevallen. Maar ook omdat, waarschijnlijk omdat hij niet zo heel veel Pokémon doet als ik hem kijk. Hij doet vooral veel Minecraft als ik kijk. Ja. Hij doet alleen Pokémon als hij het met mij doet meestal. Of hij doet Regidraco Hunter net als nu. Oh ja. Ja, als hij met jou doet, dus dan had ik het wel kunnen weten. Trouwens, maar... Ja, het valt me dan waarschijnlijk ook gewoon niet op. Ik heb het gevoel dat mijn Pokémon's een beetje OP zijn. Heb jij dat ook? Mijn Gerrit niet, maar de rest wel. Ja, dat je bijna alles one-hit KO'd. Ja. Heel hard dat gebeurt. Maar het gaat voor de ondergezelligheid, hè? Ik ben al 9 Pokémon's kwijtgeraakt, dus... 9 maar? Oh, ik dacht dat je wel meer had kwijt. Oh, grappig! Nee, dat was niet zo bedoeld. Jij zei net nog dat het maar 5 scheelde, dus jij wist hartstikke goed hoeveel Pokémon's ik ben kwijtgeraakt. Nee, want ik wist niet hoeveel ik zelf was kwijtgeraakt. Leugens worden gemaakt. Nee, hoor, echt niet. Maar ik ben er 4 kwijtgeraakt. Dat kan wel kloppen. Ja, dat klopt. Want ik heb Camerupt. Aaron. Aaron en Talo en dan de Shinja. Dus dan klopt, had ik wel bij eventjes stellen, had ik wel kunnen bedenken dat het niet 11 was. Maar in mijn hoofd had ik 11. Dat ik 5 yes had. Jij misgunt mij gewoon. Nee, want dat misgun ik mezelf ook. Ja, maar dat is niet echt. Dan zou ik er 5 hebben. 5 deaths. Een escape rope. Ropels de escapels. Poggers. Dus. Dus. Heb je nog een beetje wat leuks gedaan deze week? Gewerkt. De laatste paar weken, sinds ik je niet gesproken heb. Gewerkt. En verder. Ja, maar daar kan jij nog steeds aan meedoen als je wilt. Maar dan moet je zelf even weten of je daar zin in hebt. Maar ik was laatst... Met wie was het nou? In ieder geval met die groep waar wij Among Us meespelen. Op een gegeven moment zei iemand van... Oh, ik zou best wel een keertje ooit Dungeons & Dragons willen spelen. Dat had ik gelezen, ja. En toen dacht ik, weet je wat? We hebben best wel een grote groep. Als een paar mensen dan willen spelen, laten we dan gewoon spelen. Dus ja, daar zijn we een beetje mee begonnen, zeg maar, met karakters maken. Kijk, als het volgende week is, volgende week heb ik projectweek. Dan heb ik net iets meer tijd. Dan moet ik heel vaak dingen voorbereiden voor vakken, dingen uitwerken voor vakken. Mm-hmm. Maar tijdens projectweek is dat niet zo. Dus niet zo erg, de mensen moet ik ook wel wat voorbereiden. Maar dan heb ik ook meer vrij, dus... Mm-hmm. Ja, maar kijk, weet je wat het probleem is met Dungeons & Dragons is? Is dat je heeft echt veel voorbereiding ook nodig, zeg maar. En het is niet zomaar klaar, zeg maar, snap je? Dus... Okay. Ja, ik heb nog nooit gespeeld. Nee, ik ook niet. En ik ben dus de Dungeon Master. Dus ik moet het spel leiden. Nou, dat is al helemaal moeilijk als je het nog nooit hebt gespeeld. Want ik ken de regels niet. Nee, precies. Dus dat wordt wel even een dingetje. Maar je mag het nog steeds meedoen. Ik bedoel, we hebben ook nog geen datum of zo geprikt. We moeten alleen gewoon degene die mee willen doen even helpen met het maken van een karakter. Want zowel Babushka als ik weet wel een beetje hoe dat werkt, maar verder niet. Ja, want je maakt een soort karakter en die Dungeon Master die verzint het verhaal een beetje en dan moet jij verder verzinnen of zo, toch? Of? Je maakt zeg maar een karakter en die heeft zo'n bepaalde stad, zeg maar, die rolt met dobbelstenen. Ja. Dan kom je zeg maar gewoon in een dungeon, in een verhaal, zeg maar, en dan moet je ook gewoon echt vechten tegen wezens en... Eigenlijk is het een videogame, maar dan geen videogame, als je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. Je maakt je eigen videogame, als het ware. Je schrijft je eigen boek, alleen dan speel je het met vrienden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het klinkt wel echt als iets voor mij. Ik vind dat wel leuk om te doen, zeg maar. Ja, nou, dat gevoel had ik al. Daarom zou ik het wel leuk vinden als je ook mee zou willen doen. En dan pakken we gewoon een datum dat je ver van tevoren, dat je ook kan, zeg maar. Alleen ja, dan moeten we dus nog wel even jouw karakter maken. Maar dat kunnen we eventueel een keer met z'n tweeën doen, want daar heb je niet de hele groep voor nodig, zeg maar. Nee, precies. Nee, ik moet even kijken. Ik had de laatste tijd inderdaad dat ik best wel
vaak ook s'avonds toch nog even met dingen bezig was of zo. En ook gewoon met anderen. Toch nog even gamen, weet je wel. Ja. Die ook weinig sprak dan. Dus ja. Dit is echt een doolhof met al die warp panels. En ik kom er echt niet uit, man. Terwijl deze nog niet eens zo... Oh. Terwijl deze nog niet eens zo heel moeilijk is in vergelijking met die oude Rocket Hideouts van de oude games. Oh, hier zit ook nog eentje. Ja, nee, klopt. Dat is waar. Nee, ik had één dingetje ook over het hoofd gezien. Dus misschien dat ik dat nu snap. Maar dit is wel echt anders dan... Dan Emerald, of niet? Nee, ja, Emerald misschien wel. Want in Emerald is het sowieso een aqua hideout, net als in Sapphire. Maar verder zit dit ook gewoon allemaal in Emerald. Oh, okay. Alleen ja, ziet het er natuurlijk niet zo mooi uit, maar... Ja. Ja, nee, en dat kan soms ook veel doen, hè. Het uiterlijk. Mm-hmm. En je denkt van, oh. Maar, ja. Ik ben sowieso altijd slecht met die warp panels. Ja, ik ook hoor. Ik vind het ook meestal de minst leuke gedeeltes van een game. Ook altijd in... Was het een Diamond and Pearl en Platinum volgens mij? Daar had je in Pistoria City ook al die warp panels. Ah, daar kwam ik ook nooit uit, joh. Ja, op een gegeven moment wel, want dan wist je hem gewoon uit je hoofd. Ja. Is hetzelfde als met die Saffron City Gym. Daar heb je ook van die warp panels. Ja, maar bij Saffron City moet je gewoon elke keer rechtsonder pakken. En dan kom je meteen bij de... Het is echt super simpel. Yeah. Maar ja, dat wist ik echt niet. De eerste keer toen ik dat speelde, toen vond ik dat lastig. Yeah. Nee, ik vind die ene kut van Heart Gold Soul Silver. En dan die Rocket Hideout op het laatst. Bij dat stadje van de... 7e gym, Price. Geloof ik, of daarna. De Ice Team. Ja. Ja. En dan heb je inderdaad ook zo'n Rocket Hideout. En dan moet je zo die dingen die aan de muur zitten, die moet je dan in een bepaalde volgorde en dan gaan de juiste muren open, zeg maar. Ja. Nou, ja, ik loop altijd te kutten. Waar je ook van die toxic dingen hebt en dan komt er zo'n coughing. Ja. Ja, die. Oké, ik denk dat ik er ben. Ik heb het wel leuk gevonden, want het is wel een keer weer eens wat anders. Mm-hmm. Die warp panels hebben ze altijd, zeg maar die deuren niet. Alhoewel, hadden ze dat niet ook in Kanto? Die warp panels wel. Ja, niet die warp panels, maar dat draaien. Die deuren toch ook in de Pokémon Mansion? Ja, klopt. Ja, klopt. Dus, maar die is niet zo moeilijk. Die is best simpel, zeg maar. Ah, op zich, ik vind het wel leuk dat er wat puzzeltjes ook in Pokémon zitten. Alleen, het is irritant als je niet uitkomt, want je wilt het graag zelf doen. En je wil ook gewoon de Pokémon game spelen. Ja. Dus dat is een beetje... Sander, even één dingetje. Je moet wel eventjes kijken dat je niet dat je wel de goede kant op gaat, zeg maar. Want anders mis je een Master Ball. Oh, wat? Ja. Dus als je ziet Ik ben nu in een kamer met allemaal warp panels. Ja, oké. Okay, ja, wat ik doe. Ja, dan ga je wel de goede kant op. Want dat is op weg naar de Master Ball, zeg maar. En nu ben ik weer bij het begin. Betekent dat dan dat ik de verkeerde heb gepakt? Ja. Je moet onderaan de rechtsonder uiteindelijk komen. En dan kom je bij de kamer met de Master Ball. Oké. Ik moet ondertussen tegen een machtige hyena... Deze. Weer. Ja, onderaan linksonder zei je toch? Rechtsonder. Oh ja, maar daar kan ik opstappen nu. Oeh, hier ligt een kaartje. Oh, die kun je niet oppakken. Oh, hier liggen de 4 Pokémon. Oh ja. Dat is inderdaad zo. Volgens mij is dat een Ruby Sapphire ook, toch? Dat je, als het goed is wel, als je randomizer speelt, dan krijg je dus geen Master Ball. Dat klopt. Volgens mij zijn dit de enige games waar dat als je hem randomizet, dat je geen Master Ball krijgt. Oh, is dat zo? Ja, omdat volgens mij normaal worden ze altijd gegeven. Ja, precies. Je
sowieso krijgt, ja. Eigenlijk. Ja. Dat klopt. En die schuin tegenover de masterbal is een nugget. Dus die kan je eventueel nog verkopen. Ja, oh, die heb ik als eerste gepakt. Dan weet ik waar de masterbal zit. Die andere twee zijn electrodes, als het goed is. Yep, dat merk ik. Vecht er tegen één. Toevallig. Of toch niet. Ik denk dat het voorbestemd was. De overheid wil dat wij Voltorps bevechten. Ik denk het ook, ja. Oh, ik... Oh, er is één zo'n video die is echt grappig. Dat is ook met gaat ook over complottheorieën en Pokémon. Echt? Ja, ja, ja. Hij is echt grappig. Oké. Okay. Welke kant moet ik nu op? Als je zeg maar weer in die ene gang bent, zeg maar. Je moet echt zeg maar weer terug met al die warpipes. Moet je gewoon helemaal weer terug naar het begin. Oh. Ja, en als je dan in die gang bent, moet je naar links, zeg maar. Je komt er vanzelf aan. Ja, oké. Okay. Maar als je de verkeerde komt, dan kom je direct bovenaan. Ja, yes. Dat was slim. Maar, nee, hij is echt heel grappig. Het is, ik kan je wel een beetje vertellen wat het is. Het is een video over Lange Frans. Ja. Yeah. En zo'n gast, die heeft zichzelf gegreenscreened. Had ik eerst niet door, maar goed. Die gast heeft zichzelf gegreenscreened en dan... Zit hij dus dingen te zeggen over Pokémon en hoe dat allemaal een complot is in verband met corona. Oké. Okay. En hij is echt, echt grappig. Alleen ik had dus echt eerst niet door dat dat zo was. Dus ik had het met een vriend erover. Toen zei hij, maar deze man is best wel goed in greenscreen. En toen zei ik zo van, wacht, say that again? En toen zei hij, kijk, je kunt daar en daar kun je zien dat het gegreenscreen is. Maar het valt niet zo heel goed op als je niet op let. Toen was ik echt mad op mezelf. Dat betekent inderdaad dat hij wel echt goed is in greenscreen. Maar, dat betekent ook dat je Lange Frans uit context... Dat het er super makkelijk uit context te brengen is. Yeah. Dat komt omdat hij overal hetzelfde op zegt. Dat klopt, ja. Ja, dat is wel een beetje... Dat is een muffende case. Zekers. Moet ik nou ook nog tegen die bitch vechten? Daar heb ik echt geen zin in. Laat me alsjeblieft... Ik vecht ook tegen een bitch. Ja, ik moest net eerst tegen een horde met bitches. Dus daar ben ik al voorbij. Oh, dan moet ik niet tegen dezelfde bitch, denk ik. Dat denk ik ook niet. Ik moet tegen één bitch met een Mighty Anna van level 34. Ja. Je bent ook al in de, zeg maar, nu in de basement waar ook de Camerupt de boot ligt. Oké. Okay. I guess. Ja, nee, ik had het echt niet geweten. Ik denk ook, is het nou een vraag of is het een constatering? Ik denk, ik ga voor de constatering. Het was wel een vraag, maar... Oh, oké. Ja, ik weet het niet. Ah, wat doe ik? Dat weet ik niet. Ik heb 6 devs. Nee, 6? Nee, grapje. Nee. Heb je wel een dev? Nee. Wat maak je mij blij met een dode mus? Het was wel close. Ik had mijn Hariyama namelijk ingezet tegen een Golbat. Oh, dat valt allemaal weer hartstikke mee. Nou, ik dacht dus dat hij veel meer damage zou doen, maar hij deed ziek weinig damage. Helaas. Dus ik zei al, ik zag hij doet acrobatics, ik denk dat is een goede aanval. Dus ik denk, ik zeg alvast dat ik 6 deaths heb. Ja. Niet wetende dat ik er nog maar 5 zou hebben als hij wel echt dood zou gaan, maar goed. Dat maakt niet. Foutjes mogen gemaakt worden. Nee, maar niet door jou. Ik ben ook maar gewoon een mens. Dat is niet waar. Dat zijn leugens. Nee, klopt. Ik ben een robot en ik zie de Camerupt boot. Ik ben een robot. Ken je die aflevering van My Life is a Teenage Robot? Het zegt me zo niks. Ja, de boot wel, zeg maar. Oh ja, dan zeggen die vrienden van haar... Die gaan doen dan net alsof ze een robot zijn en zeggen ze, ik ben een robot. Ja, My Life as a Teenage Robot is ook al goed, man.
Ja, ik kon er wel naar kijken. Alleen ik vond die ogen eng die ze gebruikten. Ja. Bij al die karakters. Ja, het was wel een hele unieke tekenstijl ofzo. Ja. Ja, je zou het uniek kunnen noemen. Ik vond het gewoon eng. Ja. Gewoon creepy. Ja, nou ja, het was ook eng, maar ook uniek. Oh, hier is die horde. 5 uur, ja. Ik word gebeld om te skaten op de skatebaan vlak bij de stad. Ja. Ja, dat waren goede times, man. Maar jij moet tegen een horde. Wat ik zou doen, ik weet niet of jij een Pokémon hebt die die zeg maar een aanval heeft dat alles hit. En dan gewoon die voorop zetten. Dus iemand die surf heeft of zo. Earthquake! Of Earthquake, ja, dan zijn ze meteen allemaal weg. Dat heb ik ook gedaan. Ik deed ook allemaal level 18. Ja, daarom. Dus ze zijn allemaal one kill. Dan krijg je een strike. Een strike aan Puchenas krijg je dan. Moet je maar eens opletten. Ja. Nee, ze doen eerst nog allemaal sand attacks en zo. Want ik zat al in de battle voordat ik geswitcht. Ja. Maar goed, geeft niet. Level 18, dat is wel echt laag hoor. Yep. Maar dat komt natuurlijk omdat normaal gesproken... als je geen move hebt die iedereen hit, dan is het echt... Ja, en omdat het er dan 5 zijn, is ze hit die alle 5. Daarom doen ze dus ook niet level 30 maken. Ja, nee, precies. Dan is het echt niet te doen als ze allemaal level 5 zijn. Ik heb geen strike, man. Nee, Earthquake, maar 1 ontwijkte. Ah, lullig. Echt een lullig. Hier, take deze Rock Blast. Yeah, I should. Dat is Dexnaf, die zoek ik helemaal niet. Ik zoek gewoon de wilde Pokémon. Welke mag ik niet van? Ja, ik zit even te kijken welke Pokémon's hier zijn. Pelipper niet? Hoezo niet? Ja, Pelipper mag niet vangen omdat ik Wingull dood heb laten gaan. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt wel logisch. Nee. Het grote voordeel van Zee is... Ik ben al in Mos Deep City. Woep woep. Geen enkel gevechtje hoeven te doen. Wat? Ik moet zo nog een gevecht. Tegen die vrouw met katten. Ja. Het zijn duivelsoren. Never mind. Dat is hetzelfde. Nee. Nee. Zo doe je net alsof katten duivels zijn. Dat kun je echt niet zeggen. Het zijn wel boefies. Weet je wat ik doe? Ik ga eventjes een Pokémon vangen voordat ik naar de gym ga. Want anders loop ik heel erg voor. Ga ik even een ijs-Pokémon vangen voor in mijn team. Geen reactie? Nee, oké. Okay. Ben je er nog? Ik ben echt boos, man. Wat? Ging er iemand dood? Nee. Jij beledigt de katten. Dat kun je echt niet maken. Ik was uit beeld gelopen en ik kwam terug met... ik ben nog boos, man. Ik denk dat het grap voor de video. ik hoop dat ik dit op tijd zie. Voor een... voor een voorstukje. Oh, ze nemen mij niet mee in de camera boat. Lijkt het. Nee, dat klopt. Maar... Ik ben... Maar jij was al direct naar Mos Deep City, toch? Naar deze battle? Nee, daar ben ik heen gevaren. Maar ik had geen trainertjes waar ik tegen moest. Zijn nu die Wailords weg? Wilmers zijn weg, ja. Wilmers. Oh, ja. Ik ben een robot. Ik ben geen robot. Beep, bloep, blab. Ik ben Octo. Robot te zijn... Ja. Ja. Dus, hoe gaat het met jou? Ik voel spanning tussen ons. Misschien omdat jij 5 meer doden hebt in... Wat een hater ben jij, zeg. Ik loop wel elke keer een half uur voor, maar daar hoor ik niks over. Dat doet pijn.
Je bent zelf een flaprol. Ja, stop nou maar. Nee, ik vind dit grappig. Jij bent de enige op de wereld die dit grappig vindt. Mooi. Geniet er tenminste nog één iemand van. Ah, kut, ik moet wel battelen. Ik hoop dat je doodgaat. Oh. Mam, ik word gepest. Cyberbullying 2.0. Ik stem nu Piratenpartij. Geen anonimiteit meer voor Milan. Okay, Milan Turk moet opgepakt worden voor cyberbullying. Geen anonimiteit meer. Yeah. Okay. Nee, Piratenpartij, voor de mensen die het niet weten. Ik zou het denk ik ook niet geweten hebben als het geen meme was. Piratenpartij is heel erg voor... voor internet... anoniem... Of nee, juist geen anonimiteit, maar... Volgens mij juist om het tegen te gaan. Internetveiligheid, dat wordt zo. Oké. Ja. Dat kan, en dat kan. Is gewoon een beetje een meme, want voor de rest is hun programma eigenlijk gewoon een beetje... Kut. Een beetje trash. En Ancilla, die chick die de partijleider ooit was... Die was snel een porno-acteur, actrice. Mm-hmm. En daarom was het een meme. En ik had haar kunnen ontmoeten in Groningen, maar... Nee. Nee? Simon heeft haar wel ontmoet, maar ik niet. Ik heb wel een flyer van. Het is fantastisch. Dus dit was mijn anekdote over de partij voor de... Nee, Piratenpartij bedoel ik. Partij voor de Piraten. Ah, ik kan nog niet. Ja, want dat is wel weer raar, want ze zijn dus wel weer voor films... illegaal films kijken, wat nu illegaal is, ja. Om dat legaal te maken. En dingen zoals Pirate Bay en mm-hmm. Dat is... Ah, ik ja. Moet nu ook wel, dus... Alleen, ja, als je het echt legaal gaat maken, weet ik ook niet of je dat... Nee, dat is slecht voor de industrie, dus doe dat maar niet. Ja, ik bedoel, ik wou maar net zeggen, wat ik doe is ook al slecht voor de industrie. Ja. Ja, maar dat is anders. Want als je legaal gaat maken, gaat iedereen het doen. En nu doen alleen de mensen het die een beetje weten hoe dat werkt, zeg maar. Dat is wel een groot verschil. Nou, het is ook omdat het oprecht lastig is om het... Zeg maar, als ik een serie wil volgen in Amerika, die nu in Amerika uitgezonden wordt... Dan moet ik eerst echt een jaar wachten voordat die bijvoorbeeld op Netflix staat. Mm-hmm. Daarnaast is een groot probleem is dat je hebt... 10 verschillende dingen waar je allemaal series op kunt kijken of films. Ja, dat ook, ja. En als alleen Netflix was, dan had ik best willen betalen voor Netflix. Dat is geen probleem. Dan is het ook niet erg, want dan is het alles op Netflix. Alleen nu is het zo, je moet en Netflix hebben, en Prime, en Hulu, en weet ik, en dit en dat. Disney Plus. Videoland, als je de Nederlandse dingen wil. Ja HBO. HBO, ja, inderdaad. Nu krijgt Disney Plus nog weer iets extra's. Disney Plus Star, ik weet niet of je dat al hebt gezien. Nee. Ja, moet je nog weer meer betalen voor nog weer andere Discovery dingen. Discovery Plus zag ik laatst op TV. Ja, je hebt alles. Je hebt alles. Dat is echt niet te geloven. Dus, nee, dat is gewoon... Dat is een beetje mijn probleem ermee. Ja, snap ik. Zullen wij de aflevering beëindigen? Ben jij een beetje op een plek waar dat kan? Ja. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sander die heeft een YouTube kanaal. Je kan erop abonneren, maar of dat echt de moeite waard is, dat is maar even de vraag. Nee, dat mag wel. Je mag wel. Ik zie wel dat 90% niet geabonneerd is van de mijn video's. Kijk. Dus maak dat 91%. Ik wil je bedanken voor het kijken. Adios, amigos.